Meer dan 1 miljoen ondernemers vormen met elkaar de ruggengraat van de Nederlandse economie en voorzien de samenleving van diensten en producten. Van detailhandel tot bouwbedrijf, van horeca tot persoonlijke verzorging. Iedere stad, iedere wijk, iedere straat kent succesverhalen over ondernemers. Maar die ondernemer is ook kwetsbaar. Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, ook wel IMK genoemd, helpt startende ondernemers op weg en redt ondernemers die in problemen zijn gekomen. Ruim 4000 keer per jaar. Branchekennis is daarbij onmisbaar. Maar minstens zo belangrijk is onze passie voor ondernemers. Ieder met zijn eigen verhaal. Vanaf mijn 16e kriebelt het al om aan brommers en scooters en alles waar benzine in zit om eraan te werken. Het was voor mij echt een droom om vroeger of van vroeger om een keer voor mijn eigen gaan te beginnen. Dan ga je stappen ondernemen om te kijken wat er mogelijk is. Dan ga je kijken welke locatie, dan ga je kijken de instanties die je moet aanspreken. En dan kom je al heel gauw bij het IMK uit om navraag te doen wat er mogelijk is. We zijn begonnen als zeefdrukkerij. Daar maakten we reclameborden en stickers voor de lokale ondernemers om ons heen. En op vragen van grotere klanten zijn we meer dingen gaan maken. Zijn we zelf gaan stansen, gaan frezen, kunststof verder verwerken, middels vacuümvormen en buigen. En ook gelijk de displays af te vullen. Ik werk nu vanaf mijn 14e. En ja, op een gegeven moment ga je dat ook merken na 10 uur per dag. Dus ik hoop de komende jaren een opvolger te vinden die het bedrijf over kan nemen. En ja, ik hoop dat hij dat ook kan laten groeien. Wij waren hartstikke goed op stoom. Goed bereikbaar tot in 2009 het centrum in één keer in het midden gedeeld werd. Waarbij zowel consument als leverancier echt niet meer wist waar het moest komen. Dat heeft wel geleid tot een direct omzetverlies van 50%. Per de dag van invoering. Dat heeft ons wel voor enorme liquiditeitsproblemen gesteld. En waarbij vervolgens eigenlijk een permanente overlevingsstrijd het gevolg is geworden. Ja. De jachtbouwmarkt is natuurlijk niet heel denderend. Maar ik heb steeds het geloof, en we zien dat ook aan onze opdrachten ten opzichte van anderen, dat als je toch met innovatieve dingen blijft komen, dat, dat de markt daar toch wel op inspeelt en daar ook gewoon markt voor is. En gelukkig hebben we dus nu een opdrachtgever, investeerder gevonden, die dus 3 schepen in 1 keer heeft besteld. En dan met mensen erbij, als het IMK, die ons dan ondersteunen, kun je natuurlijk, kom je verder. Laat ik het zo zeggen. De Droomkast restaureert oude meubels, in de jaren 40 tot 70. Daarbij maken we van gebruikte materialen nieuwe stukken. En daar staat duurzaamheid hoog in vaandel bij ons. Ik ben naar de gemeente Amsterdam gegaan. Ik heb daar een krediet aangevraagd. Die hebben het IMK ingeschakeld. En die hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. En daar kwam een positief advies uit. Daarna heeft het IMK ons begeleid met de start en wat daarop volgde. Ik zie dat het IMK echt passie voor ondernemers heeft. Op deze manier hebben we onze kansen echt vergroot. Om er echt een groot succes van te maken. Ja, dat het goed met ons gaat is natuurlijk geweldig. We krijgen steeds meer aanvragen binnen, ook vanuit de horeca. En mooie spullen van vroeger, die zijn natuurlijk weer helemaal van deze tijd. Dus het is nu zaak om met de kwaliteiten die we hebben ons succes verder uit te bouwen. Nou, dat we door het IMK zijn uitgeroepen tot ondernemer van het jaar is voor ons gewoon een heel stevig duwtje in de rug.